Het trotseren van wilde golven om drenkelingen te redden. In dit museum in Den Helder draait alles om een van de bekendste reddingswerkers uit de Nederlandse geschiedenis, Doris Rijkers. We zijn in het Nationaal Reddingmuseum Doris Rijkers in Den Helder. Doris Rijkers was een van de meest bekende redders van Nederland. Hij kwam uit Den Helder en hij heeft 487 mensen gered. Van ongeveer een tijdsperiode van 1886 tot 1911. En wat je eigenlijk ziet in het museum is een soort de ontwikkeling die het reddingwezen heeft ondergaan. Uit de 18e eeuw ongeveer tot nu. Er is voor jong en oud heel veel te doen. En zoals jullie zien, het is een heel prachtig gebouw eigenlijk. Het is een scheepswerf van de marine geweest vroeger. En dit is een motorwerktuigplaats geweest vroeger. Vandaar dat het ook heel industrieel oogt nog steeds. Dit is een vissersflat waar vroeger dus de vissers mee de zee op gingen om mensen te redden. Het is niet de flat van Doris Rijkers, maar wel ongeveer een soort gelijke flat. En daarmee gingen ze eigenlijk de hoge golven in. En roeiend gingen ze dan naar de boot in nood. We hebben een windtunnel, zodat onze bezoekers kunnen ervaren hoe het is om een harde wind te ervaren. We hebben in het museum ook heel veel films die we draaien, waar je dus kan zien hoe redders vroeger eigenlijk werkten. Maar ook meer hedendaagse filmbeelden van hoe nu mensen worden gered met welke boten. Als er een reddingsactie was, dan kwam natuurlijk iedereen uit de omgeving kwam kijken, want dat was natuurlijk heel spectaculair. Hij zegt altijd, je moet wel stalen zenuwen hebben om een redder te zijn. Het is niet zomaar iets wat je even doet. Een echte redder zou zich nooit held noemen, hè, want het zijn vrij nuchtere mensen. Ze vinden het heel gewoon dat mensen gered horen te worden. Dus ze zullen zichzelf eigenlijk nooit Superman noemen. Ze doen gewoon hun werk.